profs van Almere City FC treffen vanavond in het KNVB bekertoernooi FC Dordrecht. De Almere's verkeren in bloedvorm. Ze staan na 6 duels op een keurige 4e plaats in de competitie. Dit geldt niet voor FC Dordrecht, want die ploeg is met slechts 1 puntje hekkensluiter van de eerste divisie. Zo op het oog moeten de Almere's eenvoudig een ronde verder komen. Maar trainer Michele Santoni heeft zijn huiswerk gedaan en waakt voor onderschatting. Ik heb die wedstrijd bijna allemaal teruggekeken van Dordrecht. En ze zijn ongelukkig in de resultaat. En misschien sommige fasen van de wedstrijd nog zoekende naar een vastigheid. Maar ze hebben genoeg kwaliteit om een leuke wedstrijd van te maken. Dus daar moeten we geconcentreerd, gefocust zijn en voluit gaan als we willen winnen. Het is in ieder geval een ploeg die weinig zelfvertrouwen heeft. Want 5 verliespartijen op rij, dat doet de speler meestal niet goed. Nee, zeker niet. Ik denk dat vanuit die opzicht wij beter ervoor staan. Maar aan de andere kant, als je zo goed in je vel staat, kan je ook de andere kant slaan en misschien dingen onderschatten. Dus we hebben ze scherp aangesproken vanmorgen te spelen. Ze aangeven hoe belangrijk de beker is. Niet alleen voor de club en voor ons, maar ook voor hunzelf. Qua podium. We gaan er volle bak in. Ja, we nemen de beker echt serieus. Echt een kans om hele mooie wedstrijden binnen te slepen eigenlijk. Ja, ik vind dat elke voetballer moet willen pretenderen om een stadion zoals de Arena, de Kuip of in Eindhoven te willen spelen. En de beker is de enige toernooi die daar ons die kans aanbiedt. En ja, daar moet je van alles aan doen om tot aan die wedstrijd te kunnen komen. Prognose, wat gaat het worden? Het wordt geen makkelijke overwinning, denk je? Nee, geen één overwinning is makkelijk. Zelfs vrijdag tegen Den Bosch, de uitslag zegt wat anders, maar het was geen makkelijke. En het is geen één wedstrijd. En sowieso moet je nooit een wedstrijd voorbereiden met het idee dat die zo is. Want dan, ga je problemen krijgen. Dus het wordt gewoon een zwaar bevochten 90 minuten. Die we thuis spelen voor ons publiek. En die zullen onze 12e man zijn. En we gaan zeker winnen. Maar niet makkelijk. Maar wel 90 minuten. Ja, jullie hebben nog wel even getraind op strafschap, hè? Ja, je moet alles voorbereiden. Maar ja, als ik het ideale plaatje moet zoeken, hoop je om in 90 minuten klaar te zijn. Want je moet vrijdag weer aan de bak. En weer een belangrijke wedstrijd. En die je weer wil winnen. Dus dat probeer je binnen 90 minuten. Maar als het niet lukt, dan moet je ook klaar zijn voor de penalties. En de druk als nummer 4 van de competitie tegen de hekkensluiter. Jullie gaan gewoon als absolute favoriet van start. Ja, maar die druk voelen we niet hoor. Want op het moment dat de scheidsrechter fluit is 11 tegen 11. En dan moet je 90 minuten spelen. Wij willen gewoon vanuit gaan van onze kracht en we willen gewoon nog sterker worden en onze patronen erin nog beter erin slepen. En dat is het belangrijkste. Wat wordt het? We winnen. Gewoon uitslag interesseert me niet. Als we als team staan en mag voor mij ook 1-0 in de 90e minuut. Het is ook een winnen. Dus het belangrijke is dat je op het veld gaat en dominant bent en je laat zien dat je een idee van hoe je die wedstrijd wil spelen. En dat je dat ook nog uitvoert. Trainer Michele Santoni. En het bekerduel vanavond in Almere begint om 8:15. Het duel is te volgen via een live blog op onze website.